Wat wil jouw hond? Wil die op schoot of ik wil die... Ik zakje op schoot. Ja, dat vind ik natuurlijk zo zielig. Zielig kindje ben je. Nou, open jij eens even gezellig deze video. Hoi! Leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe video. Wat gaan we vandaag doen deze week? Zal ik jou dat eens vertellen? Ga jij mij dat eens vertellen. Ons uploadschema was van de vakantie niet heel... niet heel gestructureerd. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk niet echt een excuus voor, maar ja, dat liep allemaal eventjes zo. Maar het normale leven gaat weer beginnen. Ja. Dus wij zijn ook weer aan het vloggen. Ja. En ondertussen hebben wij wel allemaal dingen opgenomen. Ja. Dus dan gaan we jullie eventjes doorheen praten, zodat iedereen jullie er allemaal bij zijn. Zodat we dan volgende week weer kunnen beginnen met een frisse weekvlog. Onze vorige video, onze vorige weekvlog eindigde met dat jij wedstrijd had met Just. Ja. Mag je vertellen hoe dat ging? Ja. Nou, ik heb Just in het set 1 gestart. En ja, Just heeft wat moeite gehad met haar lijf met groeien. En die heeft daar wat extra tijd in gehad. Dus Just loopt nu set 1. En dat ja, doet ze eigenlijk heel erg goed. En je, maar je merkt dat ze nog iets kracht mist voor de verzameling. En ja, voor de eenvoudige wissels. Dus dan moeten ze vanuit de galop terug naar stap en dan weer aangaloperen. En de proeven die ik dan nu heb, moeten ze zeg maar middengalop, eenvoudige wissel, middengalop, eenvoudige wissel. Ja. Dus dan mag ze steeds lang en moet ze kort. Dus dat vindt ze echt nog wel heel moeilijk. Dat, ja, het waren gewoon twee hele nette proeven. En ze had daar ook gewoon hele nette punten voor gekregen. 2.13 en 2.15 of zo? Ja, zoiets. Ja, ja, we hadden dus eigenlijk nette punten. Ja, en je gewoon ziet ook, in de heel, het draf is eigenlijk heel mooi. Daarna ging het eigenlijk niet helemaal goed met Just. Twee dagen daarna voelde jij een bult. De dag na de wedstrijd was Just haar, ja, hoe noem je zoiets, intakegesprek. Ja. Voor de aquatrainer. En voordat ze in de aquatrainer gaan, wordt er eerst van hun een klinische keuring genomen. Om echt te kijken dat er een gezond paard de aquatrainer ingaat. Ja, heel toen, belangrijk. Ja, toen viel er op dat zij in de buigproeven en aan de longe, zeg maar net licht onregelmatig was. Dus zeker niet kreupel. Maar wel licht onregelmatig. En dat hield echt na een paar dagen nog aan. Dus ben ik met haar naar de dierenarts gegaan. Nou, je voelde ook dat er een bult kwam, ja, hè? Ja, dat wou ik net zeggen. De ochtend dat ik naar de dierenarts ging, zag ik achter haar linkerheup dat daar een keer een bult was gekomen. We zijn bij de dierenarts. Alweer. Het is echt enorm lekker weer. Het regent echt gewoon best wel erg. Maar ik ben hier vandaag met Just. Nou, ik weet niet of je het goed kunt zien, maar zeg maar hier is haar heup. En hier zit een enorm harde, warme schijf. Dus echt ja, dit stuk. Terwijl dit haar heup is, zit hier een enorm. Ja, het is echt van hier. Hier wordt het dik. En het doet er geen pijn, maar als ik erop druk, dan laat ze wel een soort verschietreactie zien. Ja. Kijk, en ik heb me laten vertellen, als het een bloeduitstorting is, moet het met 10 dagen minder of weg zijn. Nou, Margriet voelde... Oh, even. Moet je nu af? Oh, hoofd in hoogte, dus gaat... Oh, goed zo. Ja, is dat... Dit dan toch? Nee. Is dat pus? Ja. Ja, nu lijkt het alsof het er zo eruit is. Ja. Maar dat weefsel is natuurlijk aan de binnenkant om nog even eens ontstoken. Ja. We zijn met Justy weer thuis. Ze heeft nu even lekker een uurtje op stal kunnen staan en haar roes uit kunnen slapen. Ze hebben haar natuurlijk wel goed verdoofd.
Onze Just heeft dus weer iets merkwaardig, wat dus waarschijnlijk nog niet veel of nog niet echt veel is voorgekomen. Nou, nooit tot niet veel. Wat heeft Just? Iets gedaan. Ik weet niet wat. Dus ja, jammer genoeg kan ze niet praten. Ik ga het nu even schoonmaken, want hij heeft natuurlijk nog wat bloed uitgelopen. En dan mag ze daarna stappen. En ze mag de aankomende 4 dagen ook stappen. Elke ochtend de koorts nemen. En dan hopen dat het niet verandert en minder wordt. En anders mocht het in die 4 dagen wel veranderen, dan moet ik natuurlijk meteen weer aan de bel trekken. Opgedroogde bloed en de viezigheid heb ik nu schoongemaakt. En nu gaan we lekker wandelen. En weer, meisje? Papa. Eigenlijk moet jullie hier een vasthouden. Nee. Dus die is lekker gestapt. Die heb ik met de therapiedeken van Lucas omgezet. Zodat mogelijk hier het stukje beel wat extra therapiewerking krijgt. En als ze natuurlijk een beetje zeer hebben, is het voor haar hele lichaam wel lekker. Dat het ietsje beter doorbloed wordt. Ik zie haar morgenochtend weer. En dan moeten we meteen even de temperatuur opmeten. En natuurlijk kijken hoe het eruit ziet. Ga je rustig slapen? Ja? Doei. Laat rusten. Het is de volgende dag, dus het is nu woensdagochtend. Ik ben gewapend met mijn thermometer. Even kijken hoe het met haar gaat. Nou, dit is altijd fijn. Ze staat te eten. Dat is altijd al een goed teken. Eten geeft vaak wel een hoop aan een paard aan. Het is nu overdag 16, 17 graden. Dus ik haal lekker het dekentje eraf. Braaf, hè? Het is wel echt, echt loeiheet. Maar het is een heel stuk minder hard, volgens mij. Hier zit haar heuppunt. En hier, braaf meisje. Even de thermometer. Dus is ze gelukkig makkelijk mee. Kijk, die eet gewoon lekker door. Terwijl ik de thermometer erin stop. Ik hou de thermometer wel altijd goed vast. Want het schijnt dat een paard de thermometer in kan slikken. Met zijn kont. Het is gelukkig nog nooit bij mij gebeurd. Maar je hebt ook bepaalde met een klemmetje eraan. Dan kan je ze aan zijn staart klemmen. Maar ik zorg gewoon dat ik hem goed vasthoud. Ding. 37,5. Dat is heel mooi. Een paard mag tussen de, een paard mag tussen de 37 en de 38 graden hebben. Dus 37,5 zit ze precies mooi in het midden. Hè? Dat is goed, hè? Nou, dan gaan we zo maar even lekker stappen. Niet lekker, we gaan zo stappen. We gaan niet even lekker stappen, natuurlijk is het gezellig. Het is nu 4 dagen later. De bult is echt enorm afgenomen. Het is wel echt nog, ja, de schijf die zeg maar eerst zo dik en hard was, is nu wel verkleind naar dit. En het is ook minder warm. Echt goor was het hoor. En toen ik die beelden zat te kijken, ik werd gewoon... Ze hebben zeg maar een filmpje gemaakt dat ze 1 spuit eruit halen, maar er zijn echt 4 van dat soort spuiten met pus uitgehaald. Moet je nu nog een keer dat laten doen? Of weet je dat? Nou ja, dat is natuurlijk hoe Just haar beel zeg maar hiervan geneest. Ja, hier geneest. Want het is eigenlijk iets wat nog nooit iemand gezien heeft of wat een soort niet bestaat. Het zit ook onder, dus het is heel raar onder. Kijk, de dierenarts zegt, je moet zeg maar denken aan een hoefsweer. Die wordt uitgesneden zodat de ontsteking eruit kan. Maar deze ontsteking zit zeg maar 4-5 centimeter diep. Dus hij zit onder haar bilspier. Dus om hem open te leggen moeten ze eigenlijk de bilspieren doorsnijden. Ja, om bij het abces te komen. Ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. Dus het is nu echt gewoon afwachten. Ik denk dat ik na het weekend de dierenarts weer even bel. Om te vragen of zij hem nog een keer opnieuw op de echo wil hebben. Om te kijken of die zwarte vlek. Ik denk dat we de foto er ook even in moeten doen. Dat ze die zwarte vlek, of die dan kleiner is geworden of niet. Dat we dat wel, ja, want we kunnen niet erin of voelen. Ja, we kunnen dat alleen maar op een echobeeld zien. Ja. Of dat hersteld is of beter is geworden. En aan de hand daarvan denk ik dat ik dus pas weer oppak in het werk. Dat ik echt eerst wil weten of dat het is. Ja, nee, dat moet ik wel zeggen, want dit is geen doel. Nou, om maar even in de dierenarts scene te blijven. Vorige keer hebben jullie ook gezien dat Cas niet goed was. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Wat het nou daadwerkelijk geweest is, dat weet eigenlijk een soort niemand. Ze denken, nou, we zitten wel lekker in een rare blessures. En ze denken dat er
toen Kasjmir heel erg jong was, heeft hij gespleten hoefwanden gekregen. Die zaten aan elkaar vastgeschroefd. Dat is en blijft een litteken. En elke keer naarmate de 6 weken dichterbij komen, dan zie je ook dat als hij bekapt moet worden, ja, als hij weer aan de beurt is. Dan zie je dat hij ietsje open gaat. Maar in principe zit dat hierboven helemaal vast. Heeft hij nog in de afgelopen 10 jaar nooit last van gehad. Ze denken dat het misschien toch ietsje open is gegaan. En dat daar wat zand of viezigheid tussen gekomen. En dat is gaan irriteren. Dus heel zo'n hoefwand. Dat er een ontsteking tussen de hoefwand en de hoorn, hè? Ja, het is heel... Ja. Maar ze hebben het in ieder geval helemaal blootgelegd. En ik ben dan naar de dierenarts gegaan om eventjes een supersnelle check-up. Dat was in de wagen. Dat was in de wagen erheen, uit de wagen, een stukje heen en weer. En ja, goed, je mag het werk gaan opbouwen. En toen ik met Cas ging, toen had ik ook nog een ander paard mee. Yay! Staan ze hoor. Grappies. En die is helemaal goed gekeurd. Daan heeft hem dus ook even gereed. Echt zo leuk, want hij kan zo leuk. Het is gewoon, het is sowieso een heel leuk, het is een heel lief paard, een heel leuk paard. Maar het allerleukste is dat hij van de Spaanse rijschool echt alles kent. Maar ook wel echt heel erg lief. Het leuke is, ik ga volgende week weer naar de opleiding toe van Bastiaan en Ambar. En Bastiaan is zelf natuurlijk ook heel goed met Spaanse paarden. Dus dan mag hij mee, omdat Just nu natuurlijk nog even met haar beel zit. En dat vind ik wel echt heel leuk, want kijk, ik weet wel een beetje van Bas hoe en wat een paard kan of hoe je dat moet doen. Maar ik heb daar natuurlijk nog niet ervaring in, dus ik vind het dan wel heel leuk dat Bas me daarbij gaat helpen. Ja. Dus ik heb er echt nu al heel kijk er nu al naar uit. Ja. Ik vind het echt leuk. Ik ben er niet bij, maar ik vind het wel echt heel leuk om dan de filmpjes terug te gaan zien. En nou ja, die is dus erbij gekomen. Vorige keer hebben jullie gezien natuurlijk dat Nuttert is gekomen en dat Mona Lisa is gekomen. Mona Lisa is ondertussen naar haar nieuwe huis alweer toe. Die is hier 2 weken geweest. Mona Lisa is echt een fantastisch fijn paard. Ze doet daar echt super goed. Ja, dat is echt heel erg leuk. Echt heel leuk. En Nuttert staat hier en ondertussen heb je Nuttert al meegenomen op wedstrijd. Nuttert is 1 keer, nou we hadden hem denk ik een week. Ja. En ik had die wedstrijd eigenlijk ingeschreven met Just, maar ja, dat ging natuurlijk niet. Goedemorgen, het is zondagochtend. Ik ga vandaag met Bokke en Nuttert op wedstrijd. Het autootje staat. Ik heb hier nog de laatste spullen. Dus mijn jasje en de witte dekjes. Is onze grote knappe Nuttert. Nou, niet van ons. Hij is nog van de fokker en de eigenaar. Hij is van dezelfde fokker en eigenaar als Bokke. Hè? En ik mag Nuttert gaan starten. En ook naar hetzelfde niveau rijden als waar ik Dreamville opgereden heb. Dus dat vind ik wel echt heel leuk. En kijk, zijn unique selling point is deze enorme gespierde stoere nek. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb ze gisteravond eventjes gewassen. En Nuttert ziet er nog schoon uit. Thank you.
wist ik niet, maar ik had dus maar voor één proefje ingeschreven. Ik denk, nou, dat is voor Nuttert heel mooi. Die heeft van de zomer, omdat hij ook dekhengst is, niet veel gewerkt, maar wel gedekt. Dus ik denk, dan is hij in conditie ietsje achteruit gegaan. Dus één proefje is dan precies goed voor hem. Ja. En nou, het was echt top. Hij won meteen met een hele dikke winstpunt. Ja, en je had Bokken mee als voorbereiding op de regiokampioenschappen. Ja. Dat ging eigenlijk ook, nou, ja, ging ook super. Hij liep daar hele goede proeven. Misschien ietsje ondergewaardeerd door de juryleden. Maar ja, dat is denk ik waar ik met de Vries gewoon een beetje... Nu nog tegenaan loopt. Ja. Dat komt dadelijk als, zeg maar, wat ik voel aan Bokken, hoe die dadelijk kan gaan lopen. Ik denk als de juryleden dat dadelijk ook gaan zien en gaan waarderen, dat hij veel betere punten gaat lopen. Ja, echt heel goed. Nou, volgende week is alweer de laatste week van de zomervakantie. Dan gaan we op ponykamp. Daan gaat de ponykamp met Nuttert. Ja, ik blijf hier superleuk met alle paarden. Ik heb wel hulp natuurlijk, maar ik ga veel meer rijden dan wat ik eigenlijk normaal doe. En ik denk dat jij een week in mijn schoenen gaat staan. Ik ga de Be Like Daan ga ik een week doen. Ik lach nu nog wel, ik weet niet of ik volgende week nog steeds doe. Ja. En dan komt Daan vrijdag terug en heeft zijn zaterdag, zondag gelijk een tweedaagse wedstrijd met Bokken. Ik rijd hem één dag. Ik rijd hem zeg maar nog op de dag dat we weggaan. Ja. Dus ik train hem zeg maar zo dat hij op de dag dat ik wegga vrij heeft. Dan doet Steven een dag aan de bijzet logeren en een dag rijden. Dan heeft hij weer een dag vrij en dan zijn wij weer terug. Dus dan rijd ik hem meteen 's avonds. Dus dan is er denk ik niet heel veel aan zijn wekelijkse planning veranderd. En om dan maar heel erg vooruit te blikken, dan gaan wij maandag naar Friesland. Want op dinsdag loopt Atos de keuring. En dan gaat hij ook weer mee naar Gaans. Yeah, yeah, yeah. Daar heb ik echt super veel zin in. Dus nou, ik zou zeggen, kijk volgende week weer. Want daar gaat de ponykamp met Nuttert. Ik ga hier voor alle paarden zorgen. Ik hoop dat jullie een beetje bij zijn. Hebben jullie en vragen? Ook bedankt voor het kijken voor vandaag natuurlijk. Oh ja, ik zal het even opnieuw doen. Ik hoop dat jullie weer een beetje bijgepraat zijn. Hebben jullie vragen, stel ze gewoon. Dan beantwoorden wij ze. Wij gaan weer door. Ja. En tot de volgende week. Doei!